Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Super Smash Bros. Melee. Deze aflevering van Super Smash Bros. Melee doet mij andere dingen dan normaal. We gaan namelijk naar Stadium en daar heb je een heel fantastisch iets genaamd de Multi-Man Melee. Zoals Multi-Man Melee al zegt, moet je vechten tegen multi-mannen. Oftewel meerdere mensen. Ik doe even gauw een 10 ter demonstratie. Nou, 10 multi-mannen met Luigi. Natuurlijk. En dan moet je proberen om zo snel mogelijk alle 10 die mensen eruit te mappen. Dat kun je doen. Met je vuisten en zo. Oeh, dat is een leuke move. Oh, ik ben dol op Luigi. Ik heb het al een paar keer gezegd in mijn video's dat Luigi een beetje mijn lievelingscharacter is. Maar wat je moet doen is dus zo snel mogelijk 10 mensen eruit slaan. En niet doodgaan, ook wel belangrijk. Als je zelf doodgaat, dan stopt namelijk de Multi-Man Melee. Nou moet je dus om Falco vrij te spelen, 100 mannen doodslaan. 100, zonder dat ze jou vermoorden. En zoals je ziet heb ik momenteel met 10 al best wel moeite. Dus Rick, hoe ga je dat doen? Gelukkig staan ook hier en daar wat items, dat is altijd wel fijn. Die multi-mannen die doen voor mij niet aan items namelijk. Wow! Ik weet niet hoe ik dat deed, maar dat was bruut. Oh, ik viel trouwens even van het level af, sorry daarvoor. Gelukkig kan een Starmie ook best wel helpen, maar... Zoals je ziet, het is best wel een puinhoop op je beeldscherm. Oh, dat is de laatste multiman. Multivrouw. Oh, fuck, ik maak je dood, jongen. Ik sloop je ouders. Oh, god. Bitch. Komt, hè. Nope. Ik ben dood. Nope, 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 nope. Bitch. Nou, dat duurde dus al 58 seconden. En ik was bijna dood. Nou is het de bedoeling om Falco vooruit te spelen de 100 mannen melee te halen. Oh Rick, hoe ga je dat ooit doen? Hoe ga je dat ooit doen? Het is best tricky. Mijn beste strategie hiervoor is echt redelijk simpel. We nemen net Donkey Kong. En we nemen Donkey Kong. We gaan hier zitten. We drukken op beneden B. Wat er ook gebeurt, gewoon beneden B doen. Beneden B. Oh, ga maar dood. Oh nee, dood, dood. Ik zei dood en dan ga je ook gewoon dood. Dit is echt een gigantisch goede strategie. Kijk maar, ik heb momenteel 5 mensen dood en 3% damage. Het werkt niet altijd. Soms gaan ze op een afstandje staan. Dus het zou kunnen dat ze items in je back gooien. Maar dit is een redelijk goede strategie om de 100 man melee te halen. Het is eigenlijk een soort vals spelen. Nou, daar hou ik wel van. Woe! Er zijn er al 14 dood. Er zijn ook wat kleine probleempjes. Je ziet momenteel namelijk dat ik heel langzaam naar links verschuif. Ik weet niet of je dit opvalt, maar als je heel goed kijkt onder een soort microscoop, dan zie je dat ik... Hé, ik heb een item gepakt. Lol. Overigens ben je ook nogal vatbaar voor bommen die op je landen. Oké, de eerste 25 zitten erop. Ik loop een klein beetje terug naar het midden toe. Zo. Bam. Oh ja, sommige mensen die in je spawn in het midden, die kunnen eventjes er tegen de pijn en zo. Valt redelijk mee hoor. Het gaat eigenlijk best goed. Ik had niet verwacht dat het zo goed zou gaan. Ik heb eigenlijk al zo lang geen multi-man melee gedaan. Ik vind namelijk de hele game mode niet zo heel interessant. Dus, maar het is wel leuk om dit met jullie door te nemen. Kom dan! Kom dan! Jullie denken dat jullie kunnen opkunnen tegen Donkey Kong? Nope! Dat kan helemaal niet hoor! Zo! Ik heb best wel de neiging om die pokeball te pakken. Denk aan een Venusaur. Sommige dingen kunnen in ieder geval best wel helpen. Is wat ik probeer te zeggen. Sommige Pokémon. Een Snorlax bijvoorbeeld. Ja, die wipe gewoon het hele veld uit. Oké, die pokeball pak ik wel eventjes. Ik heb hem. Gooi die pokeball. Oh, dacht ik heb hem helemaal niet. Er is helemaal geen pokeball. Ja, daarboven, maar die hoef ik niet hoor. Kom maar naar me toe, sexy mannen. Kom maar naar me toe, sexy mannen. Oh ja, sommige mensen die lopen niet naar je toe. En dan wacht ik eerst nog even af en anders dan sla ik ze gewoon in hun gezicht. Zoals ik meestal doe. Zo, ik heb een mooie slinger voor jou klaar liggen. Fuck, het werkte niet. Zo. Oh shit. Zo. Bam, 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 bam. Oh, deze man is echt heel stug. Deze mannen zijn echt gewoon heel erg van in patronen lopen en zo. Dat vinden ze gewoon mooi of zo, denk ik. Oké, ik heb een mooie slinger voor je klaar liggen. Shit! Oh god, nee. Oh my god, oh god! Fuck jou! Echt hoor. Gewoon letterlijk. Ik kan ook gewoon wachten tot er nu een item inspant bijvoorbeeld. Je hebt geen tijd hiervoor, dat is altijd wel fijn. Ik kan bijvoorbeeld nu dit ding pakken en dan zo... Bitch. Oké, dat werkte niet helemaal zoals verwacht. Misschien kan ik hem vanaf hier nog in zijn gezicht slaan. Misschien is die afstand genoeg. Dit is gewoon een stukje wetenschap. Nope, dat kan niet. Nog een keer! Oké, dat werkt echt niet. Oké. Ik moet deze gast wel verdoop maken, dus bij deze. Oké. En trommelen maar! Trommelen maar, trommelen maar. Nog 46 te gaan namelijk. En ik heb 45% damage. Oftewel, het gaat redelijk goed. Enige nadeel is, hoe meer damage je hebt, hoe makkelijker mensen je door het scherm heen kunnen gooien. Dus later wordt het wel iets moeilijker voor je gemaakt. Ze slaan me nu iedere keer op. Fuck jullie dan! Jongen, nee! Jongen, nee! Je moet gewoon redelijk snel kunnen herstellen. Slaan ze een beetje naar links, dan moet je gauw in het midden kunnen gaan. En momenteel begint mijn damage dus wel op te lopen. En dat is matig. Dat is oprecht matig. Dat is niet heel fijn voor onze high score, maar...
Ik heb er vertrouwen in dat we er wel komen. Nog 25 te gaan namelijk. Multiman Melee. Nou, zo multiman zijn ze ook weer niet. En dat is niet echt een melee, want ik wacht gewoon dat ze naar me toe lopen en dan maak ik ze dood. Is er nu een rustmoment ontstaan? Nope, er is geen rustmoment. Alleen een drugsmoment, Rick. Mooi. Oké. Ja, het gaat wel goed zo. Er spawnen iedere keer twee mensen in. Die gaan best wel hard dood. En dan ga ik verder met mijn leven. Nog 16 te gaan. 15 te gaan. Nog 10 te gaan. Dat is niet waar. Maar ik dacht ik... fuck jou! Die gast was even irritant aan het doen, hoor. Je mag een hele hoop dingen bij mij doen. Maar je mag niet irritant gaan doen. En voor de rest krijg je best wel pijn aan je duim. Dit zijn echt de grootste first world klachten die bestaan. Maar je krijgt pijn aan je duim hiervan. Ik ben nu letterlijk al 3,5 minuten mijn duim naar beneden aan het drukken. Oh, en dan 9 mensen. Kom op, Rick, je kan dit! Je kan het die 100 mannen melee halen! Moet je wel nog even van Velko winnen zometeen, anders ben je echt een lul. Oké. Ik denk dat deze gast eerst even moet verslaan. Oh god. Maar ja, hierna zijn er nog 5. Dus Rick, denk even na. Voor mij droppen ze nooit food. Dat zou het natuurlijk weer te leuk en te makkelijk maken en zo. Shit, 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 shit. Oeh, ik leef nog. Oké, hoe kan ik deze gast het makkelijkste doodmaken? Nou, niet dit blijkbaar, dat werkt niet. Zou die klap daar doorheen werken? Nee, dat werkt ook niet. Oké, wacht, is hier daar een ster? Oh, die wil ik wel. Bitches! Ik wou net zeggen, ik pak wel even 2 tegelijk hoor. Geen probleem. Oké, loop ik even, loop maar naar me toe. Bam! Nee, fuck, ik wou je gezicht slaan. Oké, trommelen, trommelen, Rick. Trommelen, nog 3 te gaan. Trommel je hoofd eraf. Oké, daar komen ze hoor. It's the final countdown. Laatste gast, laatste gast. Ik prepareer even een harde klap in zijn gezicht voor hem. Voor haar! Ook goed! Oh, dat viel een beetje tegen eigenlijk. Komt u maar, mevrouw. Pof! Yes! 100 man melee gehaald. Wie hebben we daar? Een nieuwe foe? Wat is een foe? Weet niet, maar het gaat gewoon dood. Woe! Het ging echt goed. Ik had verwacht dat deze hele aflevering vol frustratie en faal zou zitten. Maar we hebben het in de eerste poging gehaald. Gelukkig is Donkey Kong best een fijn character. Dus ik denk dat we Velko wel kunnen verslaan. Oh, ik in dit level. Wacht. Trommelen! Misschien werkt dit. Hij trapt er redelijk in. Velko, je bent een sukkel. Ik hou van mijn leven. Oh, kijk hem gaan. Wow. Dude, niet zo agressief. Trommelen. Ik ben gewoon muzikant, man. Niks mis mee. Oh, zijn damage gaat zo omhoog. Oh, dit is genieten. Oh, ik trommel je kapot. Oh, hij wordt een Metal Velko. Nee, niet eens. Geen zin in. Geen zin om Metal Velko te worden. Hou je niet van Metal Velko? Ben je meer van de Kesha? Ik ben wel Metal Donkey Kong, bitch. Oh, shit. Oh, shit. Oh, god. Hij heeft eten. Voedsel is goed voor je. Oh, god. Hij dodged mijn awesomeheid. Weet je wat? Ik ga lekker hiermee door. Oh, god. Nope. Je gaat me er niet afslaan, lul. Ik ga je nu in je gezicht slaan. Of niet? Fuck, 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 fuck. Hij maakt het me dan moeilijk ook. Je moet gewoon één keer zo'n goede dreun in zijn gezicht kunnen geven. Dan is hij gewoon dood. Oké, pokeball. Die pokeball hebben we nodig. Dat is onze overwinning. Oké, wat zit erin? Een fucking Articuno. Voor mij doet hij niks als je hem niet lastig valt. Shit. Shit. Fuck, ik wou hem in zijn gezicht slaan, maar het wil niet. Het wil niet. Het wil niet. Fuck. My life. Ik weet nou alleen niet wat je zeg maar moet doen om Velko weer terug te krijgen. Zeg maar, we hebben net zo het gevecht verloren. Dat was best kut. Ik had gewoon door moeten gaan met trommelen en niet willen proberen in zijn gezicht te slaan. Volgens mij, als we nu gewoon een willekeurige andere 10-man melee doen, bijvoorbeeld, dan komt hij ook. Dus laten we dat gewoon even doen. Laten we eens heel gauw een 10-man melee doen. Een mooi tijdrecord zetten met Donkey Kong. Kijken of Velko dan nog op wil komen dagen. Maar ik ga niet nog een keer die fucking 100-man melee doen, man. Ik wil hem zo nog even voordoen. De andere strategie voor mensen die de Donkey Kong manier te gay vinden. Niks mis met gay zijn. Nou, dat is wel een goed record. Onder de 10 seconden. Ik hoop dat Velko nou weer terug wil komen bij me. Nope. Oké, fuck jou. Mijn plan B was gewoon een normaal potje melee spelen namelijk. Volgens mij komen ze dan ook terug. Ik weet het niet. Ik wou het ook opzoeken, maar ik denk, hoe google je dat, zeg maar. Ik heb een character vrijgespeeld, hoe krijg ik hem weer terug? Hoe kan je dat mooi googlen? Melee. We gaan even melee. Even stok. Battle. Stok. Stok. 1. Zo, ik ben eventjes Marv. Dan kun je meteen bepalen met wie we zo meteen kunnen gaan ver. Ik wil graag het weekend ik het beste die gast doodmaken. Captain Falcon zou best wel helpen. Fox zijn en schiet ik hem dood met mijn pistool. Eigenlijk ging het best goed met Donkey Kong. Moet wel zelf Donkey Kong zijn, Rick. Dan moet je niet je vijand Donkey Kong maken. Een Roy kan ook. Die hebben we de vorige aflevering vrijgespeeld. Ook best sterk. Dan gebruiken we die lekker. En dan gaan we eventjes tegen een Luigi van level 1. We gaan niet eens tegen een Luigi. We gaan tegen een Peach. Gewoon
vrouwen die zich niet kunnen verdedigen in elkaar slaan. Zo ben ik. Nou, dat zo ben ik niet. Sorry, grapje. Ik ben het niet zo. Dave! Oké, dat moet je wel winnen, Rick. Je moet niet verliezen van deze level 1 Peach. Dat is een beetje beschamend. Roy kan in ieder geval best wel goed dit. Roy, Roy, Roy McCoy. Na 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 na. La 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 la. Game. Ik denk dat je nu een message krijgt van een nieuw foe appeared. Maar ik weet het niet zeker, anders zijn mijn ideeën zijn maar op. Dus ja. Kak! Hoe krijg ik hem terug? Shit. Ik weet het echt niet. Ja, sowieso als ik de 100 man melee nog een keer haal, krijg ik hem sowieso terug, denk ik. Anders moet ik het even iemand van de comments horen en even goed opzoeken voor de volgende aflevering. Volgende aflevering krijgen we die bitch sowieso. Ik ga nu gewoon nog even de 5 minuutjes vullen. Ik ga even terug. Zo. Één player mode. Stadium. Multiman melee. Ik wil even de andere manier laten zien namelijk. Dat gaat namelijk als volgt. We nemen de 100 mannen melee. En van Donkey Kong switchen naar Roy. Roy. Zo. Weet je wat Roy namelijk kan? Mensen, dit is hoe ik andere mensen het heb zien doen, ja. Het is totaal, het is veel minder effectief eigenlijk, maar het komt erop neer. Je doet bij iedereen de zo'n boven naar B move, maar die is een beetje een instant kill als je ermee raakt. Bah, bitch. Ik ben hier niet zo goed in, maar het werkt. Het hoort te werken, dit. Het is redelijk effectief. Bam. Gewoon, zeg maar, je moet wel de goede kant op staan, maar behalve dat kunnen ze gewoon in je staan en dan kun je ze mooi mee naar boven nemen. Ik heb ook nog maar 2% tot nu toe, dus eigenlijk gaat het best goed. Het gaat wel een stuk langzamer dan de Donkey Kong manier, maar het werkt. En dan hebben we daar vooral naar moeten kijken hier, dames en heren. 2 in 1. Deze man dood. Ja. Rick, hou je van dit? Vind je dit leuk? Ja. Of moet ik zeggen, Roy, vind je dit leuk? Ja. 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 Ben je jarig vandaag? Ja. Ik ben niet jarig vandaag, sorry. Dankjewel voor de felicitaties, maar ik ben er niet jarig vandaag. Het gaat me niet lukken trouwens, hoor, die 100 man melee momenteel. Maar dit is een manier waarop het gedaan kan worden. Mogen je het leuk vinden om met iedereen de 100 man melee te doen? Nou, dan moet je het sowieso met ieder character doen. Maar ben je gewoon heel erg anti-Donkey Kong of zo, dan is Roy misschien de oplossing. Mevrouw, ik ben een heel lekker zwaardje voor u aan het opwarmen. Heeft u interesse? Ik heb nu al 40% na 25 mannen. Dus dan weet je gewoon dat het eigenlijk al de verkeerde kant op gaat. Bitch. 25% is gewoon te veel. Of 45%. Je zou natuurlijk nog beter je best kunnen doen. Maar meer dan je best kan je niet doen, hè. Hopla. Het is wel een fijn gevoel, moet ik zeggen, hoor. Om zo het scherm uit te mappen met je zwaard, jongen. Hopla, next. Wie is de volgende in het rijtje? Double kill, yeah. Beetje heen en weer blijven lopen. Oh, man. 100 man melee is in principe best leuk. Het is best leuk. Misschien als ik het niet haal, dat ik ook Velko weer terugkrijg. Ik weet het niet. Moet even opzoeken. Anders beginnen we volgende aflevering gewoon weer midden in de 100 man melee. En nog één man moet doden met Donkey Kong of met wie dan ook. En dan werken we vanaf daar wel verder. We hebben in ieder geval een leuke, vermakelijke aflevering gehad. Ik ga nu proberen het met Roy natuurlijk wel te halen. Dat zou helemaal tof zijn. Als het wel gewoon lukt. Moet die Dave even meewerken. Daveje! Oh, ik heb wel een Pokéball hier. Even gooien. Even gooien. Gooi die Pokéball, Roy. Wat zit erin? Een Charizard. Het doet niet echt veel, maar het is wel cool. Waar ben ik eigenlijk momenteel? Ik zit toch in... Oh, ik ben daar. Ik dacht dat ik heel ergens anders was, joh. Dat is niet zo handig. Oké, het gaat wel echt hard momenteel. Het gaat echt hard met de mensen. Maar het gaat ook hard met mijn HP. Nope, nope. Hou me niet hoog, ik ben een mens. Ik heb rechten en zo. Oké, fuck. Jongens. Zouden jullie zo lief willen zijn? En mij, Roy, zeg maar, er niet uit te staan. Ik ga dit nooit halen, joh. Dit wordt de... Kijk, mijn damage. Ik ben lekker bezig, hoor. Oh god, ik val er vanaf. Oh, je was zo goed bezig, Rick. Je was zo goed bezig. Komt hij wel eens nog terug? Fuck jou, Velko! Fuck jou! In de kont! 69 KO's. Is gewoon een goed record. Oh, man. Nou, deze aflevering loopt uit op niks. Ik verloor van Velko. Omdat ik slecht ben in deze game. Dat is, ja, shit. Ik heb wel de 100 man melee gehaald en 69 KO's gehaald met Roy. Een sexy boy niet te verstaan, wel te verstaan. Volgens mij komt Velko naast Fox, maar dat weet ik niet zeker. Dat lijkt me wel heel logisch. En dan komt Young Link naast Link. En Ganondorf naast Velko, want die lijken best wel op elkaar qua. Iemand in de comments, help even hoe ik dit probleempje op moet lossen. Want ik wil Velko wel nog graag en het liefst dan zonder met Donkey Kong te vechten. Ik kan hem altijd nog halen door 300 potjes melee te spelen. Maar dat is nog een veel potjes melee. Vooral als je in je eentje bent en geen vrienden erbij hebt met bier. Super Smash Bros. Melee is the game voor vrienden en bier.
Maar die heb ik niet. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende aflevering van Super Smash Bros. Melee. Dankjewel voor het kijken. Doei!